De huidige hervormde kerk van Valburg dateert oorspronkelijk uit de 13e eeuw. Van de oudere versie van de kerk lijkt niets meer over tot het jaar 1846. Een ambachtsman timmert een nieuwe preekstoel. De oude is tijdens een brand in vlammen opgegaan. En hij is de eerste die het ziet. Hé, wat hebben we hier? Hoho, dat is een oudje. Hé, Mulder, heb jij een natte doek? Een kwetsbare middeleeuwse muurschildering uit de 14e eeuw wordt na 4 eeuwen opnieuw zichtbaar. En er volgen er meer, zoals achter het orgel. De religieuze schilderingen tonen ons de kruisiging van Christus, de apostelen en enkele heiligen. Maar van conserveren was in die tijd geen sprake en dus verdwenen de muurschilderingen uit het zicht dankzij de streken van de witkwast. En het duurt tot 1970 voordat de muurschilderingen werkelijk op waarde worden geschat. We zijn in de laatste fase van restauratie beland en hebben een aantal belangrijke details veiliggesteld. Tja, soms is er niet meer dan een flauwe veeg. We proberen in elk geval te behouden wat nu weer zichtbaar is. En wellicht dat we met nieuwe technieken, zeg over 50 jaar, nog meer tevoorschijn halen. De tijd verstrijkt en in de kerk vervaagt de afbeelding van het laatste oordeel. De engel Michaël weegt de zielen van de doden en beslist. De hemel of het verval. En dat geldt ook voor de prachtige kunst op de muren. Worden zij ooit weer kleurrijk of dwarrelend stof? De muurschilderingen zijn nu Rijksmonument. Wellicht een garantie voor behoud in de toekomst.